Yo mensen van Noem Maar Gamen, leuk dat we kijken naar deze nieuwe episode van Minecraft Survival Island. Ik heb er persoonlijk weer enorm veel zin in om deze nieuwe video voor jullie te gaan maken. Ik kom net uit school en ik dacht ik ga gelijk lekker achter de computer om weer een nieuwe episode van Minecraft Survival Island voor jullie te kunnen opnemen. Knal natuurlijk even een like op deze video als je mij support in wat ik doe. En als je wilt dat er gewoon dagelijks gaming content geüpload blijft worden hier op Noem Maar Gamen. En natuurlijk als jij kans wil maken om in de Book of Fame te komen. Dus knal even een like. En degene die er deze keer in gaat komen is Julian's Place. Tenminste zo heet ze YouTube naam, ik weet niet of dat zijn originele naam is. Maar in ieder geval, Julian, zo noem ik je maar even. Want ik neem aan dat Julian's Place gewoon jouw YouTube kanaalnaam is en niet jouw echte naam. Dus Julian, enorm bedankt voor je toffe reactie. En natuurlijk de likes die jij elke keer op de video's knalt. Je bent een echte DMG'er. En heel erg bedankt. Dus jongens, wat gaan we deze nieuwe episode van Minecraft Survival Island doen? Ik zou het jullie gelijk even gaan vertellen. De vorige video ben ik natuurlijk bezig geweest met het verzamelen van wol. Want wij willen namelijk uiteindelijk een pokercenter gaan maken. Nou, een pokercenter, we kennen het allemaal wel. Zo'n mooie Pokémon kamer waar je dan je Pokémon kan laten healen. Oftewel uit Pokémon Games. Maar ik heb voor de rest ook nog een hele vette idee. Dus ik ga even wat signs erbij pakken. Om die gelijk even op het objective board te knallen. Zoals ik dat ook wel zeg. Want ik wil namelijk wel dat ik die objectives kan onthouden. Ik heb namelijk een objective board. En daar zijn eigenlijk vrijwel alle objectives op. Van dingen die ik nog graag zou willen doen met Survival Island. En er zijn momenteel vrij veel dingen die ik wil gaan doen. Zoals bijvoorbeeld het inrichten van de onderwaterbasis. Waar we deze episode... Maar weet je, deze episode gaan we in ieder geval weer wat tijd besteden aan de onderwaterbasis. En jullie zullen zo meteen wel zien wat ik er precies mee ga doen. Maar eerst gaan wij dus even wat signs plakken. Om iets op de boek of iets op de boek of te zetten. Wat zeg ik nou weer? Om even iets op het object te zeggen. Dus laten we zeggen dat we maar gewoon eerst even wat dingen gaan dumpen. Want mijn hele inventaris zit weer vol met allemaal verschillende soorten troep. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dus vandaar. Oké, ik heb dus hier 64 core blocks. Dat is weer heel erg mooi. Ik heb hier nog wat blocks van redstone. En wat heb ik nog meer? Ik heb hier nog wat steen wat heel even weg mag. Nou ja, het meeste heb ik eigenlijk nodig voor het inrichten van de onderwaterbasis. Dus ik hou maar de rest van de dingen maar even bij me. Maar wat ik jullie nog even over vertel is het volgende. Wat vonden jullie, dat is één vraag. Dat is eigenlijk een beetje een rare vraag. Want ja, ik heb het eigenlijk al wel kunnen zien in de likes en de weergave. Maar vinden jullie de Doe Maar Pranks echt zo erg? Of de Doe Maar Pranks? Vinden jullie de prank video's in Doe Maar Gamen echt heel erg tof? Dat jullie er echt veel meer van willen? Want laat het dan even weten in de comments. Of laat het niet weten in de comments. Maar laat het even weten. Door een like te knallen op de eerste prank video die op Doe Maar Gamen online is gekomen. Namelijk de Super Mario prank. Het zou echt super tof zijn als die de 3000 likes halen. Want dat zeker weten dan wel weer een reden voor om gelijk weer een nieuwe te gaan uploaden voor jullie. Ook al is het dan wel een beetje snel op de laatste prank. Maar dat maakt niet uit. Morgen heb ik trouwens vakantie. En dat is super chill. Want ik ga samen waarschijnlijk met Niels weer heel erg veel vette content opnemen. We moeten nog wel even een beetje overleggen. Want we hadden een beetje oneenigheid gisteren. Want ik had zeg maar tegen hem gezegd van... Kun je me even uit school laten weten of je dit weekend kan logeren. Maar hij had het niet laten weten. Omdat hij een beetje een drukke dag had. En was ik een beetje... Ik vond het jammer. Want ik ben persoonlijk iemand die echt gewoon niet tegen kan. Als afspraken gewoon niet goed gaan. Ik moet het altijd wel weten van tevoren. Omdat ik anders zeg maar mijn afspraken kan veranderen. Zodat ik andere dingen kan doen. Maar in ieder geval wat wel zeker is. Dat ik en Niels weer heel erg veel vette content voor jullie gaan maken. Niels als de Doe Maar Gamen cameraman. En ik ga natuurlijk weer heel erg veel mensen in de zeik nemen. Lekker pranken. En dat wordt super awesome. Maar eerst even een objective erbij zetten. Namelijk het objective van deze keer is een jump map. Die naar de onderwater... Oh, dat kan niet. Die naar de basis gaat. Ah, oh, water kan er ook niet bij. In ieder geval, we gaan een jump map maken die dus naar de onderwaterbasis gaat. Dat is een beetje een leuke manier om beneden te komen. Dan wordt de achtste, dat is het volgende. Grote... pitfall, noem je dat zo? Pitfall? Ik geloof het wel. Heb ik een keer geleerd of gehoord met Engels. Die naar een geheime kamer, tunnel gaat. Ja, grote pitfall die naar een geheime tunnel. Nou ja, jullie begrijpen wat ik bedoel, die naar een geheime tunnel gaat. Er was namelijk iemand die zei tegen mij, Job, je moet gewoon een hele grote pitfall maken. Of nee, dat zei hij eigenlijk niet. Dat heb ik er zelf bij bedacht. Maar hij zei, Job, je moet eigenlijk gewoon een geheime tunnel maken. Die dan allemaal vette dingen laat zien. Dus wat mij een vet idee leek, is om zeg maar zo'n grote geheime tunnel te maken. En dan zeg maar een blokje weg te hakken. Of eigenlijk twee blokjes weg te hakken. En dat dan zeg maar één glass pane ervoor te doen. En dan elke keer in de muur zeldzame dingen te doen. Dus bijvoorbeeld echt dingen waarvan je denkt, super zeldzaam. Bijvoorbeeld een witherhead of iets in die trant. Dus dat gaan we doen. Niet deze video, dat moet toch iets wat we gaan doen. Maar dat kan ik momenteel nog niet echt veel mee. Ik wil namelijk deze episode eerst een jump map gaan maken naar de onderwaterbasis, zodat we daar lekker veel dingen kunnen plaatsen. Daar hebben we namelijk helemaal geen ene reet gedaan, terwijl we die onderwaterbasis laatst heel erg veel werk in hebben gestopt, dus vandaar. Oh ja, en ik heb natuurlijk, ik ga weer lekker veel vloggen voor jullie de vakantie. Ik ben echt van plan om Doe Maar Gamen ook enorm uit te breiden met vlogs, want jullie vinden vlogs super leuk om naar te kijken, heb ik gezien. En vlogs vind ik echt sick leuk om te doen. Ik hou er zo enorm van om die camera in mijn handen te houden en gewoon lekker te kunnen praten over wat ik die dag nog ga doen. En het is altijd leuk om dat met je vrienden bij te zijn, dus zeer waarschijnlijk gaat Niels ook nog vaak voorkomen in de vlogs, als die vaak, hij kan heel vaak en dat is wel chill, want zo kan ik wel vaak met hem afspreken en zo. Dus dat is fucking awesome. Nou, laat ik het zwaar maar wel even bij me houden. Lijkt me een vrij handig idee als ik zo bekijk wat voor mobs er allemaal rondlopen. Maar oké, een jump map, dat is even de vraag. Want wat mij een heel vet idee leek, en dat is iets wat momenteel een klein beetje moeilijk gaat worden, is namelijk iets met ijs. Want het leek me vet om iets hier
mee te doen. En dat je dan ijs eronder doet. Maar nu is mij even een vraag van hoe krijg je ijs? Want ik geloof dat je ijs alleen kan krijgen in een snow biome. Dus dat is een beetje jammer. Dus nu is even de vraag van wat voor jumpmap gaan we maken? Dat is even momenteel de vraag. Nou, furnaces lijkt me leuk om te gebruiken. Van die dingen lijken me leuk om te gebruiken. Fences, dat is ook iets wat heel erg vet is om ervoor te gebruiken. Dus dat neem ik ook even mee. Ladders zijn ook altijd awesome om ervoor te gebruiken. Stairs, weet je, ik neem gewoon even wat random shit mee. En dan kijken we vanzelf al wat voor soort jumpmap we gaan maken. Maar het gaat heel vet worden. Dat is wel de bedoeling in ieder geval. Of die nou ook echt heel erg vet gaat worden, kan ik nog niet echt beloven. Maar we gaan dus een jumpmap maken. En die, we gaan hem zo maken dat je zeg maar ervoor kan kiezen of je halverwege de jumpmap in de onderwaterbaan springt. Of dat je de jumpmap helemaal afmaakt. En ik kan bijvoorbeeld zeggen dat ik de jumpmap gewoon helemaal boven naar mijn huis toe maak. Gewoon heel random, weet je. Dat je echt denkt van, what the fuck is dat dan weer voor een rare jumpmap. Maar wel een hele awesome jumpmap. Dat is een beetje de bedoeling. Dus, we gaan een jumpmap maken. Awesome, ik heb er zin in. Fucking leuk. Voor de rest had ik eigenlijk gedacht dat ik morgen vrij was. En dat ik morgen vet voor content voor jullie kon maken. Maar blijkbaar hebben we morgen school. Weet je, dat is ook weer iets wat ik irritant vind aan afspraken. Als mensen hun afspraken niet nakomen. En op school is dat dus ook zo. Want wat het dus is, dan hebben ze eerst gezegd van, hey, jullie zijn vrijdags vrij. Lekker doen wat je leuk vindt. En nu is het opeens zo dat we vrijdags dus niet vrij zijn. Beetje vervelend. Ik zou het eigenlijk best wel heel erg plezant vinden als ik vrijdag lekker kon doen wat ik wou. Lekker samen met Niels lekker content maken en andere dingen doen. Nee, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Het is een beetje vervelend dat het dus blijkbaar opeens niet meer kan. Maar ja, het zal wel, weet je. Ik heb er vrij weinig over te zeggen. Ik ben namelijk niet degene die alles beslist rondom school. Beetje jammer. Ik had het eigenlijk wel gewild. Eigenlijk ook weer niet. Al die stomme kutkinderen moeten bedienen. Nee, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Maar even serieus. Nu moeten we natuurlijk even kijken hoe we het gaan doen. Want wat we kunnen doen is... Ik heb echt totaal geen idee wat voor jump heb ik gaan maken. Maar we doen het wel even zo. Zo. Ja, ik denk dat dit het ongeveer wel is. Zo, hoppakee. Nice. Hoppakee. Ja, dit ziet er in principe... Is dit goed? Nee, dit is niet symmetrisch. Ja, dit is wel symmetrisch. En dan kunnen we zeg maar... Zo. Ja, dat is awesome. Oké, dan doen we het zo. En dan kunnen we hier een soort van pad aanleggen. Denk ik. Ik denk dat het wel vet is. Hebben we gravel bij ons? Nee, hebben we niet bij ons. Maar in ieder geval, ik heb wel boekenkast en zo. Dan kunnen we gewoon even een hele grappige jumpmap maken. Dus dan kunnen we bijvoorbeeld beginnen zo. Dat je dan zeg maar... Zo moet springen. Nou, dat is dan als een begin is, moet ik eerlijk toegeven. Dus laten we dat maar doen. Ja, oké. Okay. Nee, ik moet niet... Job, moet je nou... Hou eens een keer op met vallen wanneer het niet nodig is, Job. Je moet gewoon eens een keer opletten wat je doet. Oké, okay, dit is dus awesome. En we moeten sowieso even heel veel blokjes hebben, zoals deze. Daar kunnen we dan mee bouwen. Die kunnen we daarna weer weghakken. Is dit mijn silk touch? Ja, dat is mijn silk touch. Kan ik misschien beter mijn voortje gaan gebruiken. Silk touch is bijna kapot. Zo, zou dat kunnen? Zou je dit kunnen halen als je slim bent? Of ja, als je slim bent... Ja, dat kan. Dat kan je net halen. Nou, dat is awesome. Als het net kan, dan is het mooi. Zo moeten we die even gaan vervangen voor iets anders. En hoe kunnen we dat het beste doen? Dan moeten we even zo doen. En hoppakee. En dan moeten we hier iets tegenaan gaan plaatsen. Wat wij willen. Nou, wat willen we er tegenaan? Dat is natuurlijk even de vraag. Want dat wordt het allereerste blokje. Spruce wood. Is dat het? Nee, ik heb eigenlijk iets anders nodig. Kunnen we ook weer een ster doen? We kunnen vast ook wel weer een ster doen, of niet? Kan dat? Dat is wel heel makkelijk. Misschien kunnen we dan eentje verder doen. Misschien is dat wel awesome. Ik wil namelijk een hele vette jumpmap maken. Die ook wel een klein beetje uitdagend is. Dat is namelijk leuk. Dat je dan zeg maar... dat het een beetje moeilijk is. Weet je, het hoeft niet te... Kutzooi. Het hoeft niet te moeilijk te zijn dat het echt bijna onmogelijk is om in de onderwaterbasis te komen. Het is ook een beetje lullig zijn. Dan maak je een onderwaterbasis en dan kun je er bijna niet komen. Kijk, dat is ook weer niet de bedoeling. Maar wel dat het een klein beetje moeilijk is. En ik geloof dat hij nu nog aan moet zo staan. Zo. En dan moet deze weg. En dan moet die weg. En dan kan ik hier een ster gaan plaatsen. En dan moet die weg. Als het goed is. Als het klopt, kan ik dit halen. Nee, ja, dat kan. Ik weet dat het kan, maar het is een beetje moeilijk. Nou, als het te moeilijk is, dan doen we hem eentje terug. Maar... Nee, het kan niet. Nee, het kan net niet, denk ik. Het kan net niet, heb ik het idee. Nou, dan doen we hem gewoon weer eentje terug. Ik vind dat geen probleem. Dan pakken we even de ster erbij. Even kijken, heb ik die nog? Heb ik helemaal geen ster meer? Ik had er maar één. Nou, dan plaatsen we er toch maar even een blokje tegenaan. Zullen we zeggen dat we er maar gewoon even een lok tegenaan plaatsen? Hoppakee, doen we het zo. Hoppakee, awesome. En dan kunnen we hier even... Ja, wat gaan we hier doen? Gewoon een lokje, dan zeg maar... Zo, woetsch, naar boven kan. Dat is wel leuk. Of, dat kan ook. We kunnen ook natuurlijk een item frame met iets gaan plaatsen. Maar dat is een fucking vet idee. Oh, kut, dat moet ik natuurlijk zelf niet gaan vallen. Ik vind het een vet idee. Dus laten we het zo houden. Dan heb je hier een soort van jump map. Maar oké, dan hebben we ook, wat hebben we ook dit bij ons. Nou, dat is ook vet. Dat is wel ietsje moeilijker, moet ik toegeven. Maar dat is wel awesome. Ik heb ook boekenkasten bij me. Ik heb soul sand bij me. Maar soul sand wordt een beetje moeilijk. Want dan moet je, het kan wel, maar dan moet je een kleine jump moet je dan maken. Zo. Oké, dan pak ik even snel wat stenen bij. Want dat kan ik namelijk makkelijk weghakken. En dat mag ook weg. Zo. Oké, ik wil er... Nee, eentje verder. Ik wil er hier eentje nog hebben. Oké, even kijken wat gaan we daar doen. We gaan daar een iets doen. Ik ga er gewoon weer een lock doen. Fuck it. Ik ben origineel. Ik ben heel origineel. Dit kan wel, hè. Ja, dit kan makkelijk. Dit kun je ook speedrunnen als je een beetje goed bent. Ja, dat kan. Oké, te gek. Mooi. Dan gaan we nu gaan we het iets hoger aanpakken. En dan gaan we door naar... Nee, nog even geen fanjes. Laten we daar toch nog even mee wachten. Dan gaan we door naar soul sand. Dus wat doen we dan? Dat doen we zo.
Kun je op SoulSend, kun je daar een ladder op plaatsen? Dat weet ik namelijk momenteel even niet. Ik denk het wel, maar ik weet het niet zeker. Kan dat? Ja, je kunt er een ladder op plaatsen. Oké, even kijken of dit moeilijk is om te halen. Ja, dat kan. Dat kan. Dat is een beetje moeilijk, maar het kan wel. Nou, dan kunnen we zeggen dat we nu al hier een soort van blokje gaan maken naar de onderwaterbaas toe. Dat zou een mogelijkheid zijn. Hoeft niet, weet je. We kunnen ook zeggen van we laten het nog even lekker hoog gaan, dat je er dan pas in kan komen. En nu hoor ik veel mensen denken, maar joh, je bent de vorige video dood gegaan omdat je falling damage deed. Oké, dit is kut. Ken je, moet het namelijk zo doen. Kijk, oh, je kunt niks tegen SoulSend aanplaatsen, zie ik. Is dat logisch? Dus wanneer is dat? Oh, wel? Huh? Wat? Oké, dat is heel apart. Oké, dan wil ik nu even wat... Dan laten we nu doorgaan naar de fanjes. Dan moet ik eerst even wat hoger. Oh nee, dat kan natuurlijk niet. Want fanjes zijn heel moeilijk te bereiken. Logisch, dan doe ik wel rode wol. Zo. Ja, dit kan. Dit kan. Maar dan kan ik beter... Nee, wacht. Dan kan ik die rode wol beter iets verder zetten. Dus dan doe ik het ongeveer... Hier zo. Dat is wat mooier. Ziet er wat efficiënter en mooier uit. Ik kan hem ook nog ietsje verder zetten, maar zoiets is wel goed. En dan gaan we nu door. Gaan we door naar de fanjes. Dat vind ik ook wel awesome. Dus ik pak heel even dit erbij. Zo. Hoppakee. En zou daar een fans kunnen komen? Of zou dat nog steeds een beetje onlogisch zijn? Zou je dat kunnen halen? Als hier een fan zit, zou dat mogelijk zijn of zou dat moeilijk worden? Ik denk dat het wel moeilijk wordt, maar ik denk wel dat je het kunt halen als je gewoon zo zit. Ah, kijk. Ja, het kan, jongens. Het kan. Dat is een leuk idee. Dan weten we dat het kan. Maar dan wordt het wel een beetje moeilijk. Ik vind het leuk, zo'n parcoursje. Gewoon even voor de YOLO. Nou, we hebben een klein parcoursje. Die maken we gewoon even door tot en met daar. Dus even kijken. Je doet zo. Zo. Oeh. En dan ga je hier bovenop. En dan dit. Oké, dan kun je zeggen dat je vanaf hier al bovenop gaat. Dus dat is eigenlijk het einde van de jump. Maar je kunt ook verder gaan. Dus nu is even mijn vraag aan jullie. Willen jullie dat ik deze jump map af ga maken? Of willen jullie dat ik die fans daar weg ga? Dat ik het gewoon hou bij een klein parcoursje. Dat je er makkelijk kunt komen. Dus laat weten in de comments. Willen jullie dat ik het zo hou zonder die fans? Of denken jullie van, Job, maak het maar lekker groot. Lekker om de buis heen. Maar dat je dit wel een soort van als tussenstopje hebt. Dat je zeg maar wel hier zo terug kan gaan. Laat het hier beneden even weten in de rest. Dan gaan we nu bezig met het inrichten van de onderwaterbasis. Maar dan komen we nu even op het volgende probleem. We moeten namelijk geen falling damage krijgen. Dat leek mij het volgende het efficiëntst. Gewoon een soort van... wacht eens even. Kun je falling damage krijgen als je op die trampoline komt? Oeh, ik geloof dat dat helemaal niet kan. Dat is mooi, want als dat zo is, dan kan ik gewoon die slime blocks eronder plaatsen. En dan kunnen we helemaal geen falling damage krijgen. Nou, dat is net zo makkelijk. Ik bedoel, ook geen moeite te doen voor het verzamelen van water en andere shit. Dus moet ik even kijken. Heb ik dat hier toevallig ingedaan? Nou, ik heb hier nog 54 slime blocks. Oké, okay, awesome. Ik heb toch nog maar 7 XP, dus zelfs ik ga dood. Dan hoop ik dat jullie mijn ouders zeggen. Dat ik van ze hield. En dat ik nog zakgeld moet krijgen. Dus dat zijn even de dingen die jullie dan nog even moeten mededelen. Maar ik ga dus even snel wat slimebox maken. Hoppakeetje. 6 slimebox voor die gekke jongen van Doe Maar Gamen. En dan gaan we nu eens even kijken hoe we dat het best kunnen doen. Want nu moet ik eventueel... Of eventueel. Wat is dat nou weer voor rare bij eventueel. Nou, ik zou hier eigenlijk nog even een leuke sign willen plaatsen. Over van... Durf je het aan? Durf je het aan? Kijk, durf je het aan? Ik durf het! En dan... Pam, pam, pam. Pam. Bam. Nou, ik vind, hij werkt, hij werkt. Het is een beetje op die YOLO manier gedaan. Het is gewoon even een leuk detail, weet je wel. Een beetje een YOLO detailtje. Van, hey, durf je het aan? Ik durf het aan. Wie denk je dat ik ben? Zeg je ouders dat ik van ze hield? Oké, dat klopt dus echt totaal niet. Zeg je ouders dat ik van ze... Zeg jouw ouders dat ik van... Dus diegene die bordje... Nee, dat klopt niet. Laten we dat maar snel weghakken. Nee, dat hoeft niet. Laten we het wel een klein beetje serieus houden. Dus durf je het aan? Oké, dat is goed. Dat vind ik nog wel een beetje jobachtig. Dus dat mag wel. Oké, nou, nice. In ieder geval deze werkt. Dat is awesome. Weet in ieder geval dat we toch nog iets goeds hebben gedaan in het leven. En dan ga ik nu even kijken. Want ik moet nu dus proberen beneden te komen. En nog steeds snap ik niet dat ik dit met verder valling niet kan halen. Fucking onlogisch eigenlijk. Want je zou zeggen dat het makkelijk kon. Maar blijkbaar vindt Minecraft het toch niet. Maar blijkbaar gaat het niet. Gaat het boven Minecraft's normen en waarden. Beetje jammer. Want dit haal je toch wel, zou je zeggen. Heb ik enderpearls bij me? Ja. Zo. Ah, weet je, ik ben iemand die toch wel een beetje voor de YOLO gaat. Oké, dan zouden we kunnen zeggen van... Hé, we hakken dit hier weg. We pakken dit. We vervangen dit. Want slimeboxen zijn doorzichtig, right? Ik geloof het wel. Nou, dan moeten we dat even fixen. Doen we dit. Pakken we die. Doen we zo. Pakken we die. Ik ga gewoon echt... Als ik nou echt een hele commentaar zou doen... Pakken we die. Dan doen we dit. En dan fap ik. Nee, oké, even serieus. Oh, fuck roze. Fuck roze. Nee, fuck dirt, fuck dirt. Zo, ja, nice. Kijk, dit ziet toch best... Oh, je kunt er toch niet doorheen kijken. Kijk, spring hoog. Oké, dit moet werken. Nou, we zijn allemaal overtuigd. Met z'n allen zijn we gewoon overtuigd dat dit werkt. Nou, dan ga ik even die enderpearl... Gooi ik even naar boven.
dit is kut, want nu kom ik ergens in het water. Dat weet ik echt 100% zeker. Kunnen het ender pearls niet efficiënt zijn in het water? Want nu is mijn idee, zeg maar, voor die geheime tunnel, voor die geheime pitfall, wordt een beetje moeilijk. Trouwens, alle ideeën en alle plannen die voor dingen die je kan bouwen worden gewaardeerd in de comments. Want ja, dan ben je echt een baas als je dat achterlaat. En dan maak je kans om in de Boek of Fame te komen. Het schip moet ook nog afgemaakt worden. Wil ik nog TNT kunnen inmaken als ik ooit weet hoe dat moet. Weet je, ik ben iemand, als ik echt tutorials zou kijken van redstone, dan zou ik echt, het zou ook echt heel goed kunnen zijn in redstone. Echt, als ik dat zou doen. Nou, let's go. Nice, het werkt! Fucking awesome! Het werkt ook gewoon nog. En als we er nou carpets overheen leggen, heeft het dan nog zin? Dat is even de vraag van vandaag. De vraag van vandaag. Dat is toch van het weekjournaal altijd? Dan werkt het ook gewoon nog! Oh, dit is fucking ziek! Dit is fucking ziek. In de goede defensie. Ja, in de goede definitie dan. Ja, je hebt defensie, dat is helemaal geen goed woord. Dat heeft te maken met het leger. Als ik het beter vind klinken, het is mijn kanaal, dan zeg ik het op die manier. Hey, ben je wat geleerd? Nee, maar dat is, we kunnen hier ook wel een Easter egg maken. Zo'n bordje zo van, hoe kom jij hier? Of zoiets, ik weet niet. Ik weet niet eens hoe ik daarop kom. Hey, kiep. Heilige kiep van Natla. Zwemmend in het water met zijn grote hoofd. Ik pak mijn zwaard en ik slag je. En nu ben je dood. Hey, dropt je nou een ei? Weet je wat vet zijn als je gouden ei kon maken? Zo'n goud ei. Een golden apple goud ei. Zien jullie de associatie die ik leg? Nee? Nou, ik eigenlijk ook niet. Maakt niet uit. Het gaat om het idee. Dat is eigenlijk iets wat je altijd kan zeggen, weet je. Als je maar zegt het gaat om het idee, is eigenlijk altijd wel goed. Het gaat om het idee. Job, serieus, waarom heb je een grote penis op je standbeeld? Het gaat om het idee. Het gaat om het idee. Wat? Het gaat toch om het idee? Weet je, dat is gewoon een reden waar je overal antwoord op kan geven. Hé, waarom doe je het? Het gaat om het idee. En waarom heb je mij de cybers dus hand in hand bij jou? Het gaat om het idee. En waarom heb je zo hoog gegaan? Het gaat om het idee. En waarom heb je zo lange... Laten we het daar maar niet over hebben. Oké. What the fuck? Dat heb ik elke keer. Maar dat had ik toen ook een keer met het Quartz Museum. Wat nu weg is. Maar dat... Oh nee, dat staat er nog steeds. Huh? Dan dacht ik altijd dat het een gas was. En nu heb ik dat met dat groen. Ik denk altijd elke keer dat het een slime is. We moeten ook nog een keer een slime farm gaan maken. Moeten we ook nog even op het objective board zetten. Jeetje jongens. En ik weet nog wel dat ik toen die break nam. En dan toen zei ik van ja, ik heb geen inspiratie meer. En nu heb ik te veel inspiratie. We wisselen elke episode wel weer van een nieuw project. Maar onze, dit is trouwens ook wel weer alles. En kijk, ik vind het vet hoor. Ik vind het echt awesome. Misschien kunnen we dit doen. Dat ziet er best wel irritant uit eigenlijk. Nee, dat gaan we niet doen. Maar wel verder dat carpets en shit dat werkt. Dat werkt. Dat vind ik awesome. Maar ik had blauw. Ja, ik had blauwe carpets nodig. Dan is hij af. Dan is mijn onderwaterbasis voltooid. En heb ik eigenlijk de macht om de wereld te veroveren. Met mijn grote Miley Cyrus leger. Je zou maar Miley Cyrus kunnen klonen. En gewoon allemaal Miley Cyrus'es hebben in je kamer. Die elk hun eigen taak hebben. Een Miley Cyrus die je brood maakt. Een Miley Cyrus die je blooi. Wat is dit? Een zwevende carpet. Oh, leuk. Oké, we hebben er twee nodig. Dat weet ik nog. Dat is iets wat ik gewoon nog heb onthouden. TNT heb ik er 11 van. Ik wil eigenlijk eerst een TNT lift gaan maken. Een elevator van TNT. Maar... mezelf kennende met TNT. Ik heb het een keer creative gedaan. Ging niet zo goed. Ging niet zo goed. Nee, echt niet. Dat ging niet heel goed. Dus laten we dat maar niet weer gaan doen. Ik zie mezelf alweer doen. Oh, shit. Ja, oké. Okay. Je was... welkom terug bij Survive Island. Hij halve eilandjes weg. Oh my god, ze zo slecht zijn. Trouwens, we mogen nu dat dicht gaan maken. Weet je, want ik doe nu wel moeilijk. En ik doe... Waar is mijn... Wol. Oh. Ben ik dat kwijt? Ik heb nog 2 slime blocks over. Maar waarom werkt het niet? Je moet er iets onder zetten, denk ik. Want elke keer wanneer ik ervan afspring, werkt het niet. Het is toch een trampoline? Waarom werkt hij dan niet? Nou, hij hoeft eigenlijk ook niet te werken als een trampoline daar, maar het gaat even om het idee. Hup, hup. Hup, dit, ik voel me net nu in een server zitten, in een soort van Hypixel server. Leuk is dat. Je moet wel goed springen. Ik kan beter... Wow! Wat? In één keer ook! Het werkt wel! Fucking APG! Oh, wat leuk. Oh, dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk, hè. Je kan van genieten. Kleine dingetjes die het leven leuk maken. Nee, grapje. Oké. Okay. We kunnen hem eigenlijk... We moeten hem uitbreiden, denk ik. Naar deze kant toe, voor de zekerheid. Want... dan hebben we iets meer ruimte om te vallen. Nu heb ik wel weer te weinig carpets mee, of niet? Nee? Zo, past dat? Ja. Het werkt ook gewoon, hè. Awesome. Oké, okay, kan ik mezelf daar boven op dat blokje teleporteren? Oh, wat ben ik lucky, hè. Ik ben echt zo lucky dat ik dat goed deed. Hey. What the fuck? What the fuck is dat? Huh? Hey. Hey, wat doe je nou? Fuck jou. En toen realiseerde ik me dat ik me eigenlijk de naam Vibrator had moeten geven. Dat was fucking genius geweest. Kun je trouwens enemies een name tag aangeven? Ik geloof het namelijk wel. Moet een keer een spin vangen, maar dan een name tag geven. Want Miley Cyrus heeft ooit mijn... Oh, lol. Dat lukt me normaal nooit. En nu opeens wel. Oké. Okay. Dit is echt de domste manier om ergens bovenop te komen. Maar ik kan het even niet anders doen. Zo. Heb ik nog iets?
ho, ho, ho. Dat heb je altijd, hè? Dan ga je heel, heel idioot springen. Dat heb ik heel vaak. Dan denk ik van, ja, waarom doe ik dat eigenlijk? Zo. Nou, oké, hij werkt. Hij is compleet. Hij is helemaal mooi. Ik vind helemaal mooi. Oh, die reclame. Of die reclame. Die dat is zo mooi. Die man. Ik vind helemaal mooi. Ik gooi ladder in de water. Is boete. Ik vind helemaal mooi. Oh, wat is dat mooi. Ja, dat vind ik. Ik vind dat helemaal mooi. Nou, ik vind hem episch, hoor. En toen ik ape zijn dan pff, een beetje slime. Maar dat maakt niet uit, ik vind dat ape. Dat maakt het dan toch wel wat epischer voor het effect dat er een beetje slime op jouw beeldscherm komt. Dat jij dan even zo gaat, zo van, oh, het leek wel 3D. Eigenlijk zou ik ook nog even iets van tape, eigenlijk zou ik iets van een tape moeten maken bij Miley Cyrus. Ik vind het wel mooi zo, hoor. Ik vind het mooi. Ik vind het helemaal mooi. Oké, nou, het blauw is... Heb je je broertjes en zusjes erbij gehaald? Nu begrijp je dat ik één van jullie moet afslaan. Nee, dan kun je wel weg. Luister, jij was hier. Ik vond het goed. Ik heb nog gezegd. Geen gasten. Nee, kun je me wel zo brutaal... Nee. Weglopen tegen... Niet weglopen, is kreeg je praten. Oké, weet je. Ik heb je nu een paar keer goed geslagen. Je bent op blauw, dus niemand ziet het. Bedoem. Dus dat is mooi. Oké. Ja, nog even snel wat carpets. Ik ga nog heel even die carpets neerleggen. En dan ga ik het hierbij laten voor deze episode. Voor deze episode. Nou ja, ik vond het een mooie episode. Weet je, we doen de volgende episode de carpets. Ik neem alleen nog even wat carpets mee. Ik maak nog even wat carpets. En dan ga ik het afsluiten. En dan hoop ik dat jullie allemaal weer genoten hebben van deze nieuwe episode van Minecraft Survival Island. Dus jullie bedankt om te kijken. Knal een like op deze video. 1000 likes zouden echt super gewaardeerd worden. Abonneer natuurlijk op Doe Maar Gamen voor dagelijkse Gamen content. Dat zou ik super tof vinden. En natuurlijk even een leuke idee hier beneden in de comments achterlaten. Als jij een boerenfan bent of als jij gewoon een hele grote baas bent. Dus bedankt voor het kijken. Knal like. Abonneer op Doe Maar Gamen. #DMG Army voor de motherfucking win. En dan zeg ik, ciao.